Welkom bij het eerste dansinstructiefilmpje van de afscheidsmusical Sabotage op het Spoor. We gaan aan de slag met het lied Schoenen. We gaan jullie bij dit lied de complete dans aanleren. We gaan er stap voor stap met jullie doorheen en nemen alle tijd. Doe maar met ons mee. We gaan beginnen met het eerste couplet van het liedje Schoenen. En in Schoenen zitten drie groepen die steeds wel terugkomen. Ik ga even uitleggen hoe dat zit. Deze twee dames zijn groep 1. Ik vertegenwoordig groep 2. En deze heren en dames zijn groep 3. Dus dat is altijd even goed om te weten. Je kan de klas dus ook opdelen in drie groepen. We beginnen met een schoen in ons hand en we zijn van het podium af eerst. Dus wij gaan even met z'n allen van het podium af. Dan kom je oplopen op je eigen manier, maar het moet wel een beetje om de schoen gaan. Dus je beweegt die schoen even een beetje heen en weer. Vervolgens zet je de schoen in een grote cirkel om de groep heen. Dus ik sta vooraan, dus ik zet hem hier neer. Maar bijvoorbeeld Eliam, die staat een beetje achteraan, dus die zet hem daarachter neer. En Chiara zet hem hier, enzovoort, enzovoort. Dus we hebben een grote cirkel en dan gaan we daarna allemaal laag. Dan begint groep 1. Groep 1 doet dit. Uitstappen, uitstappen met je handen in. Dan wijs je hier, dan wijs je daar. En dan ga je terug naar beneden. Doen we nog een keer. Dit is groep 1. Dus je doet uit, uit, in, wijs, wijs, laag. Dan komt groep 2, dat ben ik. Dan ga ik doen met onze voeten uit, hand op het hoofd. Uit, terug. Dat is eigenlijk hetzelfde stapje, alleen andere handen. Uit, uit, terug. En dan kijk ik van deze kant naar die kant en dan ga ik omlaag. Ga ik even nog een keer doen. Groep 2 is dus uit, uit, in, kijk naar beneden. Dan komt groep 3, doet ook dezelfde voeten, maar de handen gaan als volgt. Handen naar beneden, handpalmen naar beneden, in. En dan maken we een geldbeweging, dat gaat zo. Dus alsof je alle flapjes zo, hup, 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 weggooit. Nou, doen we nog een keer, groep 3. Het is dus 1 en 2. En geld, geld, geld. Vervolgens gaan we allemaal naar onze schoenen toe. We pakken hem op en dan komen we weer terug naar de plek waar je nu staat. Daar gaan we. Pak hem maar op. En maak er maar een show van, want je zingt ook in het nummer zingen we dat ze zoveel schoenen heeft. Dus we kijken ook een beetje naar elkaar van, ze heeft zoveel schoenen. Dan hebben we allemaal onze schoen vast. Dan doen we wo, oh. Stappen we uit deze kant op en we laten onze schoen zien en we trekken hem terug. Andere kant ook. Schoenen, dat is op het woord schoenen. Krijgen we de drie groepen, die komen terug. Het is meer, steken zij hun schoen omhoog, doe maar, meer. Doet groep 2 en meer. Doet groep 3 en meer. En dan terug. Komt hij weer. Schoenen. Schoenen. Dan hoor je van kunststof of van leer. Dan laten we onze schoen een beetje zien. En kunststof, daar gaan we een beetje zo drie keer overheen wrijven. Dus je laat het echt even goed zien. En dan spring je iets naar voren. Van leer, van onder naar boven gaat die schoen. Wow, zijn we weer terug. Doen we weer. Schoenen. Schoenen. Hetzelfde. Meer. En meer. En meer. Klik terug. Schoenen. Schoenen. En dan ga je je schoen weer terugzetten in de cirkel waar die al eerder stond. Mag ook weer een beetje op een leuke manier. Zet je hem neer. Dan wacht je op het woord op zoek naar. Dan kom je omhoog. Je kijkt op zoek naar schoenen. En je gaat allemaal op de laatste beat boom naar beneden. Dan krijgen we weer de drie groepen. Groep 1 gaat omhoog springen op de beat. Boom. Dat mag je eigenlijk zelf weten. Dus kijk, je ziet Isabelle doet dit. Demi doet dit. Dat mag je zelf weten. Dus laten we dat nog een keer doen. Spring omhoog en boom. Dan krijg je een chest pop, zoals dat heet. En dat is met je chest. Dit is je chest. Voor en achter bewegen. Als je dat moeilijk vindt, mag je ook denken je schouders
achter en voor te doen. Dat kan ook. Dus we gaan even naar beneden. We springen in een pose. Boom, dan wacht je op de beat en dan doe je klik, klik. Nou, dat is groep 1. Jullie blijven lekker staan. Doet groep 2 dat ook? Spring. En dan doe ik ook. Chest pop. Doet groep 3 dat ook? 1, 2. Spring. En chest pop. En dan gaan we met z'n allen de vierde keer uit. En dan hoor je niet meer die beat, maar dan hoor je shoppen, shoppen, shoppen. En dan springen we 3 keer omhoog. Nou ja, we springen 3 keer en onze armen gaan omhoog. 1, 2, 3. En dat is natuurlijk heel enthousiast. Dan gaan we het nu even op muziek doen. Ze heeft niet meer dan 80 jasjes, dasjes, tasjes. Haar aantal hoeden is nog wel te overzien. Ze doet het rustig aan met shoppen, vindt ze zelf. Maar van schoenen heeft ze er zeker wel 819. Wow, schoenen. Verder waar we gebleven waren. We hadden 3 keer gesprongen. Shoppen, shoppen, shoppen. Dan gaan we die kant op stappen met ons voet. Andere kant ook. En onze arm gaat soort van iets wegduwen. Kijk, je kan bedenken dat je misschien door het water gaat. En dat doen we met een klein sprongetje. Dus dat gaat als volgt. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Dan gaan we een 3-step turn maken. Nou, de naam zegt het eigenlijk al. In 3 stappen ga je ronddraaien. We stappen eerst uit, dan stappen we om, dan stappen we weer open en dan stappen we bij. En hierbij maken we een klap. Dus dat doen we nog een keer, even een stukje deze kant op weer. Gaan we. We stappen uit en over en door en een klap. Dat plakken we even aan de eerste beweging vast. Dus het ging van 1, 2, 3, 4, rondje, 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 klap. Zijn we hier uitgekomen, doe je precies hetzelfde, alleen ook nog naar de andere kant. Dus we gaan. 1, 2, 3, 4, rondje, 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 klap. Vanaf hier gaan we verder. Je handen gaan ja, of naar de bovenkant van je broek, of bijvoorbeeld naar de onderkant van je shirt. Ze moeten in ieder geval hier in de richting zijn. Gaan we stappen met onze voeten. Het gaat natuurlijk over schoenen, dus deze beweging hoort er wel in. Je doet 2 keer tik, tik met je hak. Dan gaan we tik, tik met de teen. En dan doe je 1, 1. Doen we nog een keer. Dus we doen 2 keer voor, 2 keer achter, 1, 1. Dan ga je springen 2 keer en je klapt 2 keer in je handen. Dus je doet 1, 2. En of je dat nou hier doet of hier doet, dat maakt niet zoveel uit. Mag je zelf weten. Dus we gaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daarachteraan volgt een V-step. Met je voeten is dat als volgt. Uit, uit, in, in. En dan maak je een V-positie. Eigenlijk een soort van deze vorm maak je met je voeten. Kijk maar. Uit, uit, in, in. Met onze armen doen we uit. Uit, in, in. Tegelijkertijd is dat 5, 6, 7, 8. Uit, uit, in, in. Dan gaan we naar beneden. En dan begint het tweede couplet. Nu hebben we alle passen geleerd. En nu gaan we dat ook nog even zonder muziek achter elkaar plakken. Daar gaan we. We begonnen hier. 1, 2, 3, 4. Een rondje, rondje, rondje. Andere kant. 1, 2, 3, 4. Rondje, rondje, rondje. En de voeten voor, de voeten achter, voor, achter. Spring, spring. En eruit, en eruit, en in, omlaag. Dat is hem helemaal achter elkaar. En dan gaan we hem nu even voor je op muziek doen.
Shoppen, shoppen, shoppen. Het tweede couplet en het tweede refrein is precies hetzelfde als het eerste couplet en refrein. Maar aan het eind van het tweede refrein mag je nadat je bent gaan zitten ook meteen weer opstaan om je schoen te pakken. Dus je pakt je schoen en dan gaan we door naar de bridge. Niet heel moeilijk, want we gaan gewoon met de klok mee eerst een hele grote cirkel maken. En wat je met je schoen doet, mag je zelf weten. Het mag gewoon vooral een feestje zijn. Het mag lekker gaan over de schoen. Dus wij gaan gewoon met de klok mee, dansen met de schoen. En dan hoor je nog een keer, nooit genoeg. En dan gaan we opeens terugdraaien. Dus dan gaan we tegen de klok in. En dan kom je uiteindelijk weer precies op je eigen plek uit. Om vervolgens door te gaan met schoenen. Schoenen en meer en meer en meer. Klik, schoenen. Schoenen. En van kunststof of van leer. Oh, schoenen. En schoenen. En meer en meer en meer. Naar midden. Schoenen. Schoenen. En nu wordt het iets anders, want we gaan natuurlijk de dans ook afsluiten. Dus dan gaan we wel doen alsof we onze schoen neer gaan zetten. Dus je gaat weer naar die cirkel. Maar dan neem je je schoen toch mee. Dan ga je naar een clubje, naar een kluitje. En dan maak je een leuke eindpose. Mogen jullie natuurlijk zelf verzinnen. En op de laatste beat doe je je schoen. Boom, naar voren. En dat is het eind van onze dans. En dat is de hele dans van schoenen. En we gaan het nu voor je op muziek doen. Nooit genoeg, nooit genoeg. Want sommige dingen heb je nou eenmaal. Nooit genoeg, nooit genoeg. Dus deel ze maar één keer. Schoenen, schoenen. Meer en meer en meer. Ja, zij wil schoenen, schoenen. Van kunststof of van leer. Ja, ja. Dat was voor jullie op muziek. Nu gaan we hem helemaal van het begin tot het eind voor jullie op muziek dansen. Ze heeft niet meer dan 80 jasjes, dasjes, dasjes. Haar aantal hoeden is nog wel te overzien. Ze doet het rustig aan met shoppen, vindt ze zelf. Maar van schoenen heeft ze er zeker wel 819. Wow, schoenen, schoenen, meer en meer en meer. Ja, zij wil schoenen, schoenen, van kunststof of van leer. Ja, ja, schoenen, schoenen, meer en meer en meer. Geef haar maar schoenen, schoenen, wanneer gaan we weer? Van kunststof of van leer. Ja, ja, schoenen, schoenen.
shoppen, shoppen, shoppen. Dit was de eerste van de 3 dansinstructiefilmpjes van de afscheidsmusical Sabotage op het spoor. Bij de musical zit ook een gratis leerlingen-app. Deze kunnen jullie downloaden via de Google Play Store of iTunes. Ideaal voor tijdens het oefenen van alle onderdelen van de musical. Heel veel succes!